Zo mensen, ik ben dus weer eens goed opgefrist om naar het werk te gaan. Jawel mensen, oho. Die douchen, hè, dat kan soms ook wel eens deugd doen. Ik ga niet te hard roepen. Deugd doen. Oh, zalig. Hupsa 3, sorry dat ik jullie in het donker zet. Ik ben nu naar een andere kamer aan het gaan. The dark room. Oh, jammer. De dakroom is opgegeven. Lichten gaan aan. Voilà. Wat ik nu nog moet doen, is voor jullie nog de vlog in de upload zetten. En dan kan ik gaan vertrekken naar het werk toe, want dan is het hoog tijd. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. En ik hoop dat jullie van Yatzee hebben genoten gisteren. Ik ga het misschien nog eens vandaag nog een keer eens doen. Misschien te zien hoe ik me voel naar het werk toe. Want je weet, het is nog altijd pittige werk wat ik doe. Ik heb deze avond, of eigenlijk deze nacht, heel goed geslapen. Oh, als een roos. Ik geef dat eerlijk toe, als een roos heb ik geslapen. Allee, mensen, tot straks. Ah ja, jullie kregen nog een timeslap nu. Thuis. Jullie horen dat ook aan mijn stem. Het gaat niet goed bij mij. Keerpijn. Ik heb een afspraak gemaakt bij de dokter. Ik heb al een eerste test al afgelegd. Oh, ik dacht dat ik iets hoorde. Dus, zo'n sneltest. En daar was het al negatief. Dus dat is heel goed. Niet positief, maar negatief. Maar toch ga ik zelfs naar de dokter toe. Ik voel me echt belabberd. Buikpijn, keelpijn, koppijn. Wallen onder mijn ogen. Zo'n gevoel.
En om 12 uur heb ik een afspraak bij de dokter. Dus ik kan nu nog een kwartiertje even een powernapje doen. En dan kan ik doorrijden naar de dokter. Dus ik zie u straks allemaal terug. Yo. Ja, kijkers. Ik ben aangekomen op de locatie van mijn dokter. Ik ga daar niet filmen. Omwille van de wet van de privacy. En ja, mijn kopje toe kun je opdoen. En het gaat niet goed bij mij. Jullie horen het van mijn keel. Oké, ik moet zeggen, ziek zijn is niet leuk. Ziek zijn is echt niet leuk. Echt niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil liever werken. Oh. Ik heb dat ook gezegd tegen Luc. Ik wil mijn collega's niet in de steek laten. Maar toch, ja. Ja. Allee, tot ziens, want ik ben hier nu aangekomen bij dokter Frederiks. Niet plezant, mensen. Om 6 uur naar de dokter terugbellen, dan heb ik terug de resultaten van de Omicron-virus. Heb ik het niet? Ik weet het niet. En sorry dat jullie geluiden wat luider moeten zetten, dat ik niet hard kan praten. Dat is gewoon puur door mijn keel. Oh. Dus om 6 uur moet ik terugbellen naar de dokter toe. Dan weet ik iets meer. En ik hou jullie ook sowieso op de hoogte.
ik ga stoppen. Ik ga stoppen met goede film. Ik heb mijn stem sparen. Sorry. Zo mensen, mijn schoensonderweerknop is dus ook al op de hoogte paraat. Ga ik niet binnen. Ik heb mijn sleutels nog gevonden. Dat is ook op de hoogte gebracht dat ik een test ben gaan afleggen. Ik ben nog altijd belabberd. Maar je ziet, ik probeer ook voor jullie te zijn. Wat er nog wat beelden te maken. Je ziet, ik ben hier op mijn appartement en al. Ik ben hier in de gang geweest. Ik heb continu mijn mondmasker nu echt aan. Puur voor de veiligheid. Voor de medebewoners hier in het appartement natuurlijk. Ook voor hen dan te beschermen. Stel dat ik het wel heb. Om 6 uur weet ik iets meer. Als ik het wel heb, dan zit ik aan een type shit. Allee, ik kan nu wel rusten. Waar ik eigenlijk geen koesting voor heb. Oh, mijn boterham liggen nog in de auto. Dat was 's avonds. Allee, tot straks allemaal. Yo.
mensen. Ik ben nog even naar buiten gegaan. Ik kon het niet laten. Het is gewoon weer. Oké, het is koud. Oké, ik ben ziek en al. Ik heb mijn intro nog eens even gewoon 500 meter van bij mijn thuis opgeladen. En dan terug afgeladen. Ik heb ook beelden genomen. Hey, ik ben heel hoog beginnen te vliegen al. Echt al heel hoog. Daar ben ik al blij om. Maar het is nog wat oefenen. Maar de beelden zijn wel al stabiel geworden, vind ik. Dus daar ben ik ook nog wat blij om. Dus ik moet eigenlijk filmen. Wanneer dat er eigenlijk heel weinig wind is. Voilà. Jullie horen het ook nog altijd aan mijn stem, dat het ook nog aan een lage kant is. Ik probeer heel stil te praten, dan kan ik wel deftig praten. Binnen een uurtje moet ik naar mijn dokter bellen. De beelden in elkaar steken en dan zien we wel. Maar mijn drone die pak ik wel al mee, dus kan ik al die batterijen kan ik al gaan opladen. Kan ik misschien morgen al gebruiken of overmorgen bij Chris. Misschien. Ik zeg tegen Chris, ik heb hem stabiel kunnen krijgen. Woehoe. Nu nog het volgende is dat de drone mij automatisch volgt. Dat is de volgende stap. Maar stap voor stap. Ik zie jullie allemaal de volgende keer. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf jullie op de hoogte van wanneer dat de vlog online komt. Dan ga ik ook nog sowieso zeggen voor de vlog die ik morgen ga maken. Dat is vrijdag. Kan zijn dat die te laat online gaat komen op zaterdag. Omwille van ik ga een overnachting doen bij Chris. Daarom dat ik ook mijn drone dan ook weer ga meenemen. Daarom dat ik nu ook even terug heb leren vliegen. Ben ik ook blij omdat het daar ook gelukt is. Dus dan kan ik daar ook dan beelden gaan maken in de buurt van haar. Toppie!
Maar ik moet nog wel kijken als er een flight zone of een no flight zone is. Dat moet ik nog allemaal gaan uitdokteren. Tot later. Jullie willen ook wat nog weten wat ik ga eten deze avond. Oké, ik ga het jullie even tonen. Het is maar heel simpel, omhoog van dat ik toch niet 100% ben. Dus ik heb hier 1 liter water. Daar doe ik wat zout bij. Dus raad maar wat ik ga eten. Hè. Dus daar doe ik er wat zout bij. Voilà. Dan als het kookt, doe ik daar ook nog 2 kippenbouillonblokjes bij. Dan ga ik ook nog de kutsie al openmaken. Daar heb ik 250 milliliter melk voor nodig. Dus ik ga melk nemen. Ik ga jullie proberen niet te laten vallen. Dat ben ik nog vergeten, juist. Voilà, dat is me gelukt. Dan heb ik ook een maatbeker nodig. Ik weet nog niet hoe ik dat heb. Dus kijk, als ik hier ergens een maatbeker zie staan. Ja, hier. Daar heb ik 250 milliliter. Voilà. Voilà, 250 milliliter melk. Dus ja, ik ga dus gewoon rijst met currysaus en soms een zesje eten. Voilà. Dus ik heb hier een ganse pot, ja die was open, ganse pot soms een zesje staan en ik kan hier nu fucking hell wrijven. Oh, voilà. Die doen we nog eens dweilen. Bro. Dus het water begint stilletjes af aan te koken. Die moet 8 minuten opstaan met de rijst. Dus ik heb... Ja, elke rijst is wel anders. Dat moet ik ook wel eerlijk toegeven. Elke rijst is anders. Wat bedoel ik daarmee? Dat je ook nog sommige rijst hebt, je moet je maar 7 minuten koken. En mijn rijst moet ik 8 minuten koken. Voor die 1 minuutje extra. Oei, 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 oei. Dus... dan voeg je gewoon de melk toe bij de currypoeder. En voilà. Dat heb ik gedaan. Natuurlijk mag dit dus niet ontbreken, de klopper. Ik zet dat ook al aan. Mijn vuur. Wat ik daar ook al bij kan doen, is wat witte peper. Voor wat pikanter te maken. En dan ook nog weer wat. Nootmuskaat. Voilà. Dan ook rustig laten koken. Als dat ook kookt, dus laat dat dan 1 minuutje doorkoken. En dan wacht je tot je rijst klaar is. Dan voeg je gewoon je rijst er nog bij toe. Soms een sausje toe en dan heb je een kant-en-klare rijst met curry en soms een sausje. Zie jullie, dat kan ook wel eens heerlijk zijn om te eten. Dan moet ik wel goed nadenken dat ik niet zou zeggen, oh, het kookt op dat ik rijst in mijn curry saus doe. Dat is ook niet de bedoeling. Wel zelfs, als het heeft gekookt. En dan s'avonds kun je dat ook nog op smaak brengen, de currysaus. Nou ja, ik ga jullie nu laten, dus ik ga jullie ook nog het eindresultaat laten zien. En dan is mijn vlog volledig gedaan. Ik hoop dat jullie weer al van deze hele lange vlog hebben genoten. Ik heb nog buiten de was dat we filmen met mijn drone, dus in een flight zone. Dus ik zoek dat allemaal op. Ik ga ook zelfs opzoeken, dus als mijn reis klaar is, als ik in een flight zone zit bij de Rivierenhof in Antwerpen. Maar als daar een flight zone is, je kan zeggen dat ik dan daar ook mijn drone dus even de lucht in ga gooien. Want je moet denken, je zit ook op een publieke plaats en als ik van boven film, dan heb ik ook onherkenbaar. Maar je moet juist dan weten van, ah ja,
die was op dat moment daar, maar die dat nog wel weten. Dat die kan zijn dat die dan op beelden staat. Ziet, nu is het water aan het koken. Nu ga ik ook nog de laatste ingrediënt erin toevoegen. Dat is de kippenbouillon. En dan ga ik ook mijn timer aanzetten. En dan zie ik jullie straks terug voor het eindresultaat. Tot straks. Yo. Dit is het eindresultaat. Alsjeblieft mensen, laat het eens maken. Nu de flight zones en de not flight zones opzoeken voor binnenkort gaan te filmen. En dan, ja, terwijl ga ik ook al de beelden wat ik vandaag allemaal heb gemaakt, ook nog in elkaar steken. Ja, veel beelden. Ik moet nog eten. Ja, dus, ja. Voor de rest, dan nog zelfs nog Enzo Knol kijken, naar familie kijken. Er staat nog veel op het programma. Even de kabel komen halen. En voilà. Anders kan ik de beelden niet vastkrijgen. Hè. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan ook niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video, vlog of livestream aanwezig is. Gaat zijn. Voilà, tot later. Yo.